intelligent, voordat u verder gaat. Time Journey for Wind Band is een kennismaking met harmonieorkest en alle instrumenten die daarin te horen zijn. Ooit van een harmonieorkest gehoord? Ha, kinderen waarschijnlijk niet. Nee, die luisteren vast meer naar muziek op internet. Naar rap, dubstep, R&B. Snap ik. Ik luisterde vroeger ook niet naar de muziek waar mijn ouders naar luisteren. Dat hebben bijna alle kinderen altijd gehad. En er zijn altijd componisten geweest, schrijvers van muziek, die iets wilden maken wat leuk was voor kinderen om naar te luisteren. Waardoor kinderen misschien nog meer wilden horen of zelf muziek wilden gaan maken. Bijna 100 jaar geleden deed een Engelse meneer dat, Benjamin Britten. Hij koos een melodie als hoofdthema en liet dat steeds op een andere manier door andere instrumenten spelen, zodat je kunt horen hoe leuk of hoe spannend dat instrument klinkt. Benjamin Britten deed dat voor symfonieorkest. Dat is met violen en cello's en zo. En Harry Jansen heeft dat gedaan voor harmonieorkest. Met hetzelfde thema als meneer Benjamin gebruikte. En dat thema is van een beroemde Engelse componist van lang geleden. Sir Henry Purcell. De opening net klonk heel statig, alsof de majesteit binnenkomt. Maar dat statige is van vroeger. Tegenwoordig is het Koningshuis veel moderner, veel levendiger. Luister nog maar eens een stukje naar het begin. Dan hoor je hoe vroeger koningin Beatrix binnenkwam schrijden. En meteen daarna speelt het orkest hetzelfde thema, maar dan komen Willem-Alexander en Maxima binnen. Verschil? Leuk, hè? Nu gaan we het orkest uit elkaar plukken. Een harmonieorkest heeft veel verschillende instrumenten, maar wat zijn dat allemaal voor instrumenten? Je kunt het orkest verdelen in 3 groepen. Houtblazers, koperblazers en slagwerk. Je hebt instrumenten die heel hoog kunnen en instrumenten die heel laag kunnen. We beginnen bij de houtblazers, bij de fluiten en de piccolo. Maar die zijn helemaal niet van hout. Aha, dat klopt. Nu niet meer. Maar vroeger wel. Fluiten kunnen heel goed vrolijk en huppelig klinken. Alsof je vlinders ziet dansen van bloem tot bloem. Komen we bij een echt houten blaasinstrument, de hobo. Helemaal van hout, behalve de klepjes. En bovenop zit een pijpje waar je doorheen blaast. Dat is het riet. Het lijkt een beetje op een blaasding van een slangenbezweerder. Nou, zo kan een hobo ook klinken, alsof je in het Verre Oosten bent. Maar het kan ook klinken alsof je in een bootje vaart op een groot meer in Schotland. Het volgende deel heeft dat allebei.
Eerst ben je in Schotland en dan opeens op een Oosterse markt. En dan weer in Schotland op een prachtig meer. En oh, kijk, de slangbezweerder op die markt daar zo. En oh, de bergen van Schotland. De hobo heeft een broertje. Hij is groter dan de hobo en klinkt dus lager. Met zijn naam is iets geks aan de hand. De Franse naam is Cor Anglais. Op een dag las een Amerikaanse muzikant die naam en zei: "Ha, Cor Anglais, Anglais, English. Dus het is een Engelse hoorn." Nou, die heeft duidelijk nooit Frans gehad op school, want hij zat helemaal mis. Anglais is hier niet Engels, maar het komt van Angle. Bochtje. Het pijpje bovenop is een beetje gebogen. En een hoorn is het ook al niet, dus zeggen wij in het Nederlands althobo. De althobo kan heel mooi, heel weemoedig klinken. Ik zou zeggen, pak je zakdoeken maar. Fagotten spelen op hetzelfde soort riet als hobo's. Ze klinken daardoor ook een beetje hetzelfde, maar dan deftiger en statiger. Alhoewel, fagotten kunnen ook heel deftig een dansje doen. Je ziet het zo voor je. Een keurige grijze Spaanse edelman op de dansvloer met zijn elegante grijze echtgenote. En dan nemen ze tot besluit een borrelnootje. De klarinetten hebben ook broertjes. Je hebt de gewone klarinet, de basklarinet, en die heeft een kleiner broertje, de S-klarinet. En dan is er nog een grote broer, de basklarinet. Alle componisten vinden het leuk om voor klarinetten lastige melodieën en drukke riedeltjes te schrijven. Maar stiekem vinden klarinetisten dat juist wel leuk. Ze zijn net zo druk in de weer als een kat die speelt met een bolletje wol. Thank you.
De saxofoons zijn een familie op zich. Ze zijn niet van hout, maar toch horen ze bij de groep houtblazers. Dat komt omdat ze spelen op een mondstuk met een riet, net als de klarinetten, de hobo's en de fagotten. Alleen saxofoons en klarinetten spelen op een enkel riet en hobo's en fagotten op een dubbel riet. Je hebt de altsaxofoon, de tenorsaxofoon en de baritonsaxofoon. Soms heeft een harmonieorkest ook een sopraansaxofoon en heel soms een bassaxofoon. Saxofoons klinken zowel stoer als sexy en kunnen ongelooflijk goed swingen. Daarom zijn ze zo populair bij jazzmuziek en rockmuziek, soul en funk. Speciaal voor hen heeft de componist een lekkere Latijns-Amerikaanse bossa nova geschreven. Nu komen we bij de koperblazers. Daar zit geen splintertje hout in. Ze blazen op een rond mondstuk en die heb je van klein tot groot. Trompetten zijn de kwajongens van het orkest. Speels, altijd in voor een geintje. Ze kunnen buitelen als acrobaten, altijd met elkaar. Elkaar aanvullend, overlappend, vlug als water. Maar hun instrument heeft maar 3 knoppen. Ventielen noemen ze dat. Dat zijn er veel minder dan de kleppen en gaten van de houtblazers. Ha, zoveel noten met 3 ventielen? Ben benieuwd. Met enkel 3 ventielen. De horens hebben er ook maar 3. Waar de trompet vroeger klaroen heette en werd gebruikt om de komst van de koning aan te kondigen of een riddertoernooi, werd de hoorn vroeger gebruikt om de post rond te brengen. Heel belangrijk toen. En bij de jacht. Heel avontuurlijk. En dat kun je in het volgende stuk horen. De trombones zijn uniek binnen het orkest. Ze hebben namelijk geen ventielen, geen kleppen of gaten, maar een schuif. Net als Langnek uit de Efteling.
Ze kunnen hun buis langer en korter maken. Zo kunnen ze heel makkelijk een glijtoon spelen, een glissando. Maar ze gaan er geen glijpartij van maken, hoor. Ze gaan iets spelen waarbij je als vanzelf helden ziet aankomen in een mooie, lange, waardige stoet. Welke helden? Dat mag jij bepalen. De baritons. Ah, de baritons zijn de dromers van het orkest. Romantisch, meeslepend. Hun officiële naam is euphonium. Dat betekent mooie stem. Nou, die hebben ze. Componisten schrijven graag lyrische melodieën voor ze, waardoor je beelden voor je ziet van een groot zeilschip midden op de oceaan. Of een prachtig vergezicht over bergen en dalen. Of een karavaan in de woestijn met kamelen. Of de Chinese muur, de piramide van Egypte, de tempels van de oude Grieken. Ik liet me net weer iets te veel gaan, hè? Nou ja, de grote broers van de baritons zijn de zware jongens van het orkest. De bastuba's. Ze zien er bijna hetzelfde uit als de baritons, maar dan 2 keer zo groot. Soms hebben ze een contrabas naast zich staan. Dat is de zware jongen van het symfonieorkest, die ook bij het harmonieorkest mag meedoen. De bassen zijn het fundament van het orkest in klank en ritme. Samen met het slagwerk zorgen zij voor de groove. Dat kan swingen, of dreigen, of opgewekt klinken. Hoor maar. Thank you.
We zijn aangekomen bij de slagwerkgroep. Dat is meer dan alleen een trommel of een bekken. Je hebt gewoon slagwerk, zoals de trommel. En je hebt melodisch slagwerk. Daar speel je melodieën op. Maar ze hebben één ding gemeen. Je slaat erop. Om alle slagwerkinstrumenten op te noemen die er zijn, heb ik een dubbel cd nodig, dus dat doen we maar niet. Maar in het volgende deel hoor je kleine trom, grote trom, bekkens, pauken, castagnetten, triangel, tomtoms, bongo's, maracas, tamboerijns en de melodische instrumenten xylofoon, vibrafoon, marimba, buisklokken en klokkenspel. Dit is het Harmonieorkest. Heeft muziek altijd zo geklonken zoals nu? Nee. Muziek is heel erg veranderd van vroeger tot nu. We gaan jullie laten horen hoe muziek door de eeuwen heen is veranderd. We beginnen heel, heel lang geleden, toen de Romeinen de baas waren in bijna heel Europa en Noord-Afrika. En de Romeinen, die kennen jullie vast van Asterix en Obelix. Die liepen in grote kolonnes met helmen en schilden en speren. En de toeters die ze gebruikten... Ja, sorry orkest, dat klinkt oneerbiedig, maar het waren echt nog toeters. Ze waren namelijk nog niet zo goed gemaakt als nu en klonken nog een beetje vals. Luister maar. Gregoriaans is gezongen kerkmuziek van wel meer dan 1400 jaar geleden. Monniken en nonnen zongen tijdens de kerkdienst en ze schreven het op om het weer aan andere monniken en nonnen te kunnen leren. Paus Gregorius I begon die gezangen te verzamelen en te ordenen en daarom kreeg die muziek zijn naam, Gregoriaans. Gregoriaans herken je meteen. Je hoort alleen zang, geen instrument. Je zingt allemaal hetzelfde. Eenstemmig. En je doet er heel lang over om één enkel woord te zingen. Dat lijkt raar, maar het klinkt heel mystiek en heilig. En dat was precies de bedoeling. Het orkest gaat nu Gregoriaans spelen en dan zijn de baritons de monniken en de klarinetten de nonnen.
Dona nobis pacem. Hoorden jullie dat het orkest heel los speelde? Er zat geen maat in, geen ritme. Dat mocht ook niet van de kerk. Het was muziek om te bidden. Als er een ritme in zou zitten, dan zou je een tempo kunnen horen. En dan zou je een dansje kunnen doen. En dat wilden ze niet tijdens de kerkdienst. Maar de gewone burger wilde wel graag een dansje doen. En dat deden ze ook, bij een feest op het plein of in de herberg. Vijfhonderd jaar geleden, op 31 oktober 1517, ontstond er een nieuw geluid in de wereld. Luther, een priester van de Augustijner orde en hoogleraar in de moraaltheorie, vond de moraal van de kerk beneden alle peil. Er was toen één kerk en de paus was de baas van die kerk. En die kerk sjoemelde met de regels. Luther schreef een vlammend protest van 95 stellingen. Heel veel mensen waren het met hem eens. En dat werd het nieuwe geluid. Het geluid van de protestanten. Dankzij Luther begon een nieuwe tijd. Kennis en kunst was niet langer iets van de kerk in Rome en de hoge adel, maar ook voor de gewone burger. De wetenschap ontwikkelde zich snel en de kunst werd sierlijker en sierlijker. En zo ontstond de barokperiode. Gevels van gebouwen uit die tijd kregen krullen en tirelantijnen. Dat is barok. In de muziek kreeg je ook meer versieringen. En twee componisten die daar heel goed in waren, zijn Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel. De muziek die jullie nu gaan horen is een fuga, heel populair in die tijd. Een fuga begint eenstemmig met een thema. Dat thema wordt overgenomen door hogere of lagere stemmen. En als je denkt dat het er niet meer is, duikt het opeens weer ergens op in het orkest. Het thema zit zichzelf achterna alsof het tikkertje speelt. Fuga komt van fugare, vlucht. Het is een klaterende waterval van noten over en door elkaar en op het eind komt het bij elkaar
in een majestueus slot. Na de barok kwam de klassieke periode. Ja, zeiden de componisten, dat meerstemmige vlechten van noten is heel virtuoos en zo. Maar het kan ook simpeler en toch virtuoos. Ze begonnen melodieën te schrijven voor één instrument en lieten andere instrumenten die melodie begeleiden. In plaats van hard of zacht kreeg je overgangsdynamiek. Geleidelijk harder, crescendo. Of geleidelijk zachter, decrescendo. En er ontstonden nieuwe muziekvormen, de symfonie bijvoorbeeld. Mozart en Haydn waren componisten uit die tijd. In de klassieke stijl kon je heel makkelijk mooie muziek maken voor op feestjes van rijke mensen die daarop konden dansen. Een menuet was een dans voor dames in prachtige hoepelrokken en heren met poederpruiken die in paren over de dansvloer schreden. Zagen jullie het voor je? En danste je mee? De volgende generatie componisten zeiden: ja, het is prachtig wat jullie schrijven, maar het is enkel muziek om de muziek. Wij willen met muziek verhalen vertellen, emoties losmaken. Wij willen dat je, als je luistert, de rivier de Moldau voor je ziet en meevaart in een bootje in je gedachten. Wij willen je laten griezelen met een muzikaal verhaal over dansende skeletten op een kerkhof. Wij willen muziek schrijven voor veel grotere orkesten dan tot nu toe. De Russische componist Tchaikovsky schreef prachtige muzikale verhalen met dans, balletten. Bijvoorbeeld Het Zwanenmeer, De Notenkraker en Door een Roosje. Componist Harry Jansen schreef een wals in de stijl van een Tchaikovsky-ballet. Thank you.
en dan nu het heden. Alles wat in het verleden aan muziek is uitgevonden, mag. Je kunt alles combineren. Gewone ritmes en hele rare onregelmatige ritmes, waar je soms geen tempo, touw aan kunt vastknopen. Tonen die tezamen zo spannend klinken dat je niet meteen weet of je ze mooi vindt, of dat je liever je oren dichtstopt. Avontuurlijk, eng, heldhaftig, romantisch. En zo vinden componisten soms nieuwe stijlen, nieuwe klanken. En een componist vindt het altijd spannend om nieuwe dingen te zoeken.